Welkom iedereen. Mijn naam is Anne de Meester. Ik ben directeur van het Frans Hals Museum en daar staan we nu in het lege Frans Hals Museum. Dit was ooit een oude mannenhuis in de 17e eeuw, een bejaardentehuis voor alleenstaande mannen die behoeftig waren en niet meer voor zichzelf konden zorgen. En sinds 1918 is het een museum voor oude meesters en hedendaagse kunst. Vandaag neem ik u mee op een tour door onze collectiepresentatie Haarlemse Helden, Andere Meesters. En die is wat wij transhistorisch noemen. Dat betekent dat kunst uit de 17e eeuw wordt gecombineerd met kunst van nu. En dat die een gesprek met elkaar aangaan. Een levendig gesprek, soms met een beetje gekibbel, maar ook met heel veel harmonie. Het Frans Hals Museum is, u raadt het al, vernoemd naar Frans Hals. En Frans Hals is een van de drie grote schildershelden van de 17e eeuw, naast Rembrandt en Vermeer. Maar hij is nog veel meer en is ook best uitzonderlijk. Frans Hals is een beetje een mysterieus figuur. We weten niet precies wanneer hij geboren is. Wel dat hij gestorven is in 1666 en we weten ook eigenlijk niet precies waar hij vandaan kwam. We weten wel dat hij een migrant was. Hij is nu een grote Hollander, maar eigenlijk was hij een Vlaming. Hij kwam als vluchteling uit het zuiden van de Nederlanden met zijn ouders naar Haarlem. Zijn ouders waren textielarbeiders. En we weten ook dat hij een uitzonderlijke schilder was die vooral bekend was omwille van zijn losse, ruwe toets. Hij schilderde heel brutaal, heel direct. We zouden het nu impressionistisch noemen, met kleine streepjes naast elkaar, die van veraf er heel harmonieus uitzien en van dichtbij best wel slordig. En dat was de grote kracht van Hals. Daarmee schilderde hij levensecht. Hij was ook vooral een portrettist. Hij schilderde mensen. Je hebt de indruk dat die personen nu nog naast ons staan, dat je ze zou kunnen kennen, dat ze de buurvrouw zouden kunnen zijn of de vrouw van de burgemeester. En dat was ook wat Frans Hals kenmerkte bij uitstek in die 17e eeuw. Hij portretteerde mensen ook vaak lachend, wat ongebruikelijk was. En hij had niet alleen maar oog voor de elite en de burgerij, die hem een opdracht gaven om een statig portret te schilderen, maar ook voor de gewone mens. Hij heeft levensgrote, krachtige, monumentale portretten gemaakt van een waardin, van een hoer, van een vissersjongetje, van mensen die eigenlijk op een lagere rang in de maatschappij stonden eeuwen geleden en die van hem toch een podium kregen. En bovenal is Frans Hals een moderne schilder. Hij is eigenlijk een voorloper van grote kunstenaars als Van Gogh, Manet, Monet, Singer-Sargent, Mary Cassatt, die in de 19e eeuw en masse naar Haarlem kwamen om zijn schilderstijl te bewonderen. Want zij hadden het gevoel dat hij een man van hun tijd was, een man van het moderne leven, die als geen ander een portret wist te schilderen dat diepte had en psychologische diepgang en heel erg levendig was.